Welkom bij mijn derde vlog. Vandaag ga ik naar het winkelcentrum Waldeck in Den Haag. En ik heb er super veel zin in. Ik zit nu nog in de auto. Maar wanneer ik er ben, ga ik weer een stukje filmen. En dan neem ik jullie weer mee. Nou, ik hoop dat jullie deze vlog leuk gaan vinden. Zo, als jullie het leuk vinden, doe dan een duimpje omhoog. Want dan weet ik dat jullie meer vlogjes willen. Ik zit nu in de Action in het winkelcentrum Waldeck. En ja, we gaan nu eerst naar de Action. En we gaan hier allemaal leuke dingen doen. Nou, ik loop nu hier in de Action zo. En ze hebben hier meestal wel altijd leuke spulletjes. En ook niet duur. En het is bijvoorbeeld leuk voor een decoratie in je kamer. Tot met snoep. Ja, ik weet niet wat ze allemaal hebben, maar ik vind het wel altijd super leuk. Wij hebben een bartafel, maar met 4 stoelen en we zijn ook met z'n vieren. Dus als er 2 extra mensen komen eten, dan hebben we dus geen stoelen. En dan moeten we een heel dag krikje zitten, ja. En dan komen we half niet bij de tafel, dan moeten we gewoon van de tafel eten. Dus dat lukt niet zo erg. Maar ze hebben hier van die best hoge stoeltjes die je gewoon kan uitklappen. Dus die zijn wel handig, dus daar ga ik er 2 van meenemen. Ze hebben hier ook de hele leuke deurstoppers. Oh my god, dit is gewoon een deurstopper. Gewoon een papegaai als deurstopper. Dat is toch super cute. Ze hebben ook een flamingo. Oh my god, ik wil er echt. Ik ga hier helemaal doorzoeken en dan ga ik echt een hele leuke meenemen. Of voor de jongens. Een krokodil. Oh my god, dit is zo leuk. Ik ga er echt eentje meenemen. Deze ga ik meenemen. Deze is echt super cute. Het ligt in de car. Ik zit hier in de Action, ben nu bij het snoepschap. En daar is echt deze hele lekkere candy tubes. En deze dan cola. En dan heb ik hier ook nog een raspberry flavor. En deze zijn echt super lekker. Dus deze ga ik zeker meenemen. Hier achter me staat dus het snoepschap. Maar hier hebben ze ook een soort van gedeeltelijk speelgoed. En hier kan je bruisballen maken. En ze hebben hier ook. Dit is het lijm trouwens waarmee je slijm maakt. Dus dat is wel heel handig. De andere weet ik dus niet of ze werken. Want ze hebben hier ook een groene. En dat is Eco Glue. Maar die heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Maar dus in die. Ik had het gebruikt Creature Creative Glue. Dus ja, ik vind het wel grappig die nieuwe nu. Maar ik weet dus niet of die werkt. Dus zouden we wel misschien eens een keer uit moeten testen. Maar voor de rest hebben ze hier wel een leuke DIY kit. Voor een body lotion. En ik had die bruisballen die ik net liet zien. En hier hebben ze allemaal leuke vormpjes. En een leuk huis die je kan decoreren. Dus dat is wel heel erg leuk. Nou, ik ga hier nog even verder kijken. Ik kom net van de Action vandaan en er staat hier ook een oliebollenkraam. Ik heb er nu al zin in. Gaan we natuurlijk wel even oliebollen halen, want ik vind oliebollen wel altijd heel erg lekker. Dus laten we die maar gaan halen. Ik zou graag 5 kerstbollen, 5 naturel. Nou, dan gaan we. 7 en 3 is 10, alstublieft. En de prettige dag. Ja, lekker. Mag ik drie olie op? Alsjeblieft. Eet smakelijk. Ik ben samen met Kylie en we lopen nu de Intertoys in, want we gaan een PlayStation kaart halen. Ja. Nou, zoals je ziet, speelgoed. Nou, daarvoor komen we hier niet. Toch geen? Nope. Nope. Oké, okay, waar ligt het? Jij weet dat wel vast. Nee, ik koop het niet hier. Oh, oké, okay, we gaan kijken. Het staat vast hier. Vier kaarten. Ja, deze is je kaart. Nou, deze gaan we halen. Tot zo. Ik heb de kaart net gekocht, dus nu kan ik allemaal spelletjes en packs kopen op de PlayStation. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Doe een dikke duim omhoog, vriend, abonneren, bijtje natuurlijk. Vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram, bijtje Grieks IT. Doei!